Welkom bij deze video, wat de start is van een serie interviews over diaconie in de 40 dagen tijd in coronatijd. In de 40 dagen tijd zijn we gewend om te vasten, om te bidden en om aalmoezen te geven. En dat laatste dat is eigenlijk de diaconale inzet. Normaal gesproken zijn er in ons bisdom, in parochies, allerlei verschillende activiteiten die worden georganiseerd. Maar ja, door corona is dat natuurlijk niet mogelijk. Daarom houden we deze reeks interviews, omdat we met elkaar natuurlijk wel onze gelovige inspiratie kunnen delen. En om te horen van mensen die actief zijn in de diaconie, wat zij wel kunnen doen. Het eerste interview is vandaag met Tineke Heemskerk. Zij is van de DCI, dat is de Diocesane Caritas instelling. En zelf is zij ook betrokken bij de diaconie in haar eigen Thomasparochie. En daarnaast is ze ook nog eens vrijwilliger in de gevangenis van Alfa aan de Rijn. Ja, Tineke, wat leuk dat ik je kan spreken. Ja, ik vind het ook bijzonder. Het is wel weer een nieuwe dimensie voor mensen zoals wij die nog vroeger bij de buren moesten gaan opbellen, zeg ik wel eens voor de grap. En nu hebben we allerlei digitale wegen naar elkaar toe. Ja, want als het dan ook gaat over die initiatieven die er zijn. Het is nu natuurlijk lastig met corona, want parochies zijn best wel gewend om veel te doen in deze tijd. Ook rond vaste actie en andere diaconale initiatieven. Ja. Wat zie je gebeuren? Ja, nou, ik zit dus in de DCI en dat is ook lastig. Wij gaan er ook steeds digitaal en ik ben ook vrijwilliger hier vlakbij in de gevangenis, in de Geniepoort. Nou, daar mogen we natuurlijk ook al een jaar lang niet meer binnen. De laatste keer dat ik daar was, dat was vorig jaar op Als Woensdag. Maar wat ik heel knap vind van de pastor Geert Roosema, dat hij ook de gevangenen heeft betrokken in voedsel inzamelen. En daar hebben ze toch al een paar keer een leuke inzameling gehouden. Hoe moet ik me dat voorstellen dat er dan voedsel wordt ingezameld door mensen van... In de gevangenis zelf. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Want hoe doet hij dat dan? Zij mogen zelf ook dingen inkopen en dan kopen ze wel eens wat extra en dat is dan meegegaan. Dus het zijn vaak houdbare producten. En wat heel mooi was, wij hadden in onze kern hier Michael en Bernardus heel veel ansichtkaartje, je kent dat allemaal van die cadeautjes bij allerlei goede doelen. En daar hebben we een hele doos vol bij de Geniepoort afgeleverd. En die mannen hebben ook kaarten gestuurd naar mensen buiten de poort. Dus dat vind ik wel een mooie manier. En er stonden ook wel grapjes in, vertelde Geert. Zo van, ja, wij zijn gewend om binnen te zitten. Nou moet u het ook doen. Dus dat vond ik nog wel een soort grappig. Dus ik vind dat leuk. En Dat leuk is niet het goede woord, bijna soms ontroerend dat dat gebeurt. Hè? Dat mensen daar oog voor hebben. Dat vond ik wel een mooie gebaar over de muren heen. Ja. Echt heel bijzonder, ja. En we hebben natuurlijk ook nu de vaste actie. Hè? Dat is natuurlijk de 40 dagen tijd. En daar moet je ook nog wel best aan trekken om dat nu ook een beetje gestalte te geven. Hè? Ja, waarom is het ook echt juist zo belangrijk om te geven voor die vaste actie? Misschien juist wel in deze tijd. Ja, dat is toch wel verbondenheid met de kerk wereldwijd. Dat voel ik wel zo. Wij doen mee met het landelijke project. Hè? Een toekomst voor jonge mensen, dus dat middelbaar beroepsonderwijs. Ondanks dat heel veel mensen het in deze tijd niet makkelijk hebben. Maar dat je toch iets van je rijkdom deelt met andere mensen. Dat door te delen ontvang je ook weer. Ja, ervaar je dat ook zo? Ja, dat ervaar ik wel. Bijvoorbeeld, wij hebben een aantal jaren een project in Guatemala gesteund. En dat is nu 10 jaar verder. En uiteindelijk gaat het door. En dan kan je zo blij worden dat die opvang nog bestaat, die school nog bestaat. En zo denken, wat mooi. Ja, al doe je dat maar dicht bij huis. Je kan toch ook blij worden als je iemand in het dorp tegenkomt die blij is dat je even een praatje maakt of zo. Een week of 3 geleden, toen fietste ik even naar de winkels. Toen was er een mevrouw bij een meneer zijn veters aan het vastmaken. Nou, midden op het fietspad. Maar die man die kon alleen maar op het fietspad lopen omdat het overal zo glad was. Oh, hij liep met de hond. En hij was bij de apotheek geweest. Dus Gerard, ik had wel de boodschappen voor je kunnen doen. Nee joh, ik ga graag zelf. Maar ja, moet je wel je veters vastmaken. Dus die mevrouw was midden op het fietspad. Die man zijn veters aan het strikken. Het stelt natuurlijk bijna niks voor. Maar het is zo mooi. Ja, dat is ook een vorm van solidariteit natuurlijk. Ja, en zo heb ik wel meer dingen gezien. Ja, dat is ook vanuit een gelovige inspiratie, denk ik. Hè? Al deze dingen. Ik vind geloven soms best wel moeilijk. Maar ik heb wel het gevoel dat we geleid worden in ons leven. Maar ik ontmoet God ook vaak in mensen. Dat ik denk, door goed te zijn voor elkaar. Want God en goed, dat staat wel heel dicht bij elkaar. Hè? Dat ene eetje ertussen. Ja, zo hoop ik het.
En ja, heb je ook zelf nog iets van ja, inspiratie waarvan je zegt, nou dat vind ik echt heel mooi, ja, waar ik me een beetje aan vasthoud misschien, of wat ik ook graag aan de kijkers zou willen meegeven? Ja, ik heb daar inderdaad wel over lopen denken, maar het was toch voor mij ook wel een beetje proberen. Dat had ik me een beetje voorgenomen, het lukt niet altijd, maar toch een beetje aandacht naar mensen. Weet je, een wijntje drinken, niet drinken, dat is niet zo moeilijk. Maar soms is iemand bellen, dat kan ik me echt tegen opzien, weet je. Dan denk ik, oh nee, hè. Maar ja, en ik merk dat heel veel mensen dat doen. Je had geloof ik ook nog een gedicht. Dat is wel mooi, want gisteren in de kerk kwam er opeens een vlinder tevoorschijn. En ja, die wordt wakker natuurlijk, de verwarming ging draaien, de zon scheen op de kerk. Wij doen op zondagochtend geen vieringen, we kijken livestream vanuit Alphen aan den Rijn. Maar we doen wel elke zondagochtend de kerkdeur open voor mensen die binnen willen lopen en een kaarsje opsteken en zitten even te bidden. We hebben ook nog wel een gebedsmoment met elkaar. Toen kwam ik op die vlinder. Een vlinder overleefde de winter. Op het eind van een zeer warme zomer had hij zich verborgen op een zolder van een oud huis. Toen er nog sneeuw op de weilanden lag, maar het ook steeds warmer werd, kwam de vlinder tevoorschijn. Kijk, zeiden de mensen, een vlinder. Zo voelde zij weer de hoop dat de lente gauw zou komen. Dat alles open zal bloeien. Dat er weer een betere tijd zal komen. Wie is die vlinder? Vroeg iemand. Zij is het verlangen in iedere mens. De hoop die ons gaande houdt, de hoop die ons verwarmt, antwoordde de eerste zachte bries. Oh, die is heel mooi. Dankjewel. Ja, heel veel dank ook voor dit mooie gedicht ook nog om mee af te sluiten. Ik vond het fijn om met je samen te spreken over dit onderwerp. Ik vond het ook echt heel erg leuk. Dankjewel. Dankjewel.